Het decor is een van de meest ambitieuze elementen van dit stuk. Ik heb heel veel research gedaan naar het oude Israël, hoe dat eruit zag. En gekeken naar de materialen die ze gebruiken, hoe de hoogteverschillen zijn van het landschap. Hoe de wereld in elkaar zit, dus architectuur met de natuur, hoe dat geblend wordt, wat in Israël echt prachtig is. Dat wilden we gebruiken, vandaar ook de trappen die aan de ene kant de trappen van Jeruzalem van al die steegjes voorstellen of van naar de tempel toe, maar aan de andere kant ook een berg die omhoog gaat, of Schedelberg, Golgotha. En we hebben pilaren die bewogen konden worden, zodat er verschillende settings konden worden gemaakt en een podium dat weg kan schuiven. In Gethsemane worden de pilaren afgeschetst als bomen. Maar weer in het gerechtshof worden de pilaren afgeschetst als de pilaren van de tempel die het gebouw omhoog houden. De textuur is eigenlijk wat we veel al gebruiken, vooral met de gebouw bijvoorbeeld, is dat het er heel ruw uit moet zien. Alsof het echt van steen is gemaakt. Bijvoorbeeld bij de ezel, het ziet er natuurlijk uit als een ezel, maar eigenlijk is het niet precies gemaakt als een ezel, zo helemaal realistisch. Het is niet allemaal letterlijk, maar het publiek ziet het wel, omdat we die afspraak met elkaar hebben van ja, we gaan samen duiken in dit verhaal en we gaan het samen meemaken.